Tata Steel heeft lef. Ze wil dat de belastingbetaler flink meebetaalt aan hun vergroening. Vorig jaar maakten ze 900 miljoen euro winst en betalen door slimme constructies nauwelijks of geen belasting. Ik ben als 70s-ethisch kind opgegroeid onder de rook van Tata Stiel, toen nog hoogovens. En wat voor rook. De kans is daardoor groot dat ik wat sneller doodga. Hoe snel moet ik even overleggen, want Tata Stiel heeft nogal goede advocaten. Tuurlijk waren er toen ook milieuregels. Maar duidelijk is dat alle overheden Tata Stiel niet heel moeilijk hebben gemaakt in al die jaren. Maar nu is het 2022, milieu, klimaat, een halve eeuw verder. En nu is alles beter. Toch? Gevaarlijke stoffen, ziekmakende vervuiling, lawaai. Ja, allemaal onderdeel van de zorgen van mensen die in de buurt wonen van Tata Steel. Oh nee, dit was afgelopen juli. Stank, gif, lawaai en Tata Steel is nog steeds de numero uno CO2-uitstoter van Nederland. Gefeliciteerd nog. En was het nou maar alleen CO2? Vorige week nog werd de kankerverwekkende stof Chrome 6 aangetroffen in het grondwater rondom Tata. Ja, Chrome 6, toevallig zwaar kankerverwekkend. Maar het erge is, zeg het maar. Vandaag werd bekend dat het bedrijf niet eens op Groom 6 hoefde te controleren, terwijl er al in 2020 eh, bewijzen of aanwijzingen waren dat de gevaarlijke stof daar kon vrijkomen. Ja, ze hoefden het eigenlijk niet eens te meten. Een, een stukje goodwill, hé, hey, lekkere milieuregels, omwonenden luiden de noodklok maar weer eens, en verdomd, de overheid kwam even uit de hangmat. Afgelopen februari maakte het OM bekend een strafrechtelijk onderzoek te starten, maar sindsdien lijkt het wel stil rondom de Tata-zaak. Ah, bij BNR Nieuwsradio vertelde advocaat Benedict Fiek, die strijdt voor de omwonenden, hoe smerig het daar nog steeds is. Maar ze vond tegenover zich een gekrenkte oud-gedeputeerde van de provincie Noord-Holland voor de Partij van de Arbeid, Friso de Zeeuw, nu voorzitter van een ondernemersclub, nou, die vond al die klachten over uitstoot en gif en stank maar onzin. Tata wordt hier neergezet als een crimineel bedrijf, terwijl het een prachtig uh, staalbedrijf is uh, waar Nederland trots op kan zijn. Dat opereert binnen een hele collectie milieuvergunningen. Ja, er zijn toch milieuvergunningen? Zei ik niet zo. Maar Frieso, oud gedeputeerde, hoe kan dit dan, ondanks je mooie vergunningen? En het RVM heeft onderzoek gedaan en heeft geconcludeerd dat Tata Steel veel meer metalen en kankerverwekkende stoffen uitstoot dan het rapporteert. Of Tata betaalt Frizo een zakcentje. Of zijn kinderen zijn gekidnapt door Tata Steel. Of de zware metalen tasten inmiddels zijn hersenen wat aan. Want met giftige uitstoot had hij niet zoveel. En intussen ontdekken we ook weer steeds nieuwe stofjes. He, dus volgende morgen staat er weer wat in de krant. Daar kan je dom nog op zeggen. Ja, komen ze ineens met die kankerverwekkende Chrome 6? Ja, als we dat ook weer gaan checken, ja, dan komen de kranten wel vol. Nou, de Zeeuw was heel duidelijk. Dus u vindt eigenlijk dat Tata Steel <tus> niet zoveel <beter> te <tus> verwijten valt? Precies. Precies, niks aan het handje bij Tata Steel. 2000 incidenten per jaar. Gif, lekkages, stank, grafietregens. Voor deze totaalidioot toch even wat recent nieuws op een rijtje. Ja, kinderen hebben meer kans op kanker. De concentraties kankerverwekkende stoffen zijn hoger hier... dan, dan in, een, in een gebied waar Tata Steel niet zit. Um, uh... Ja, um, ik herinner me een interview op NPO 2. Een zieke die woonde tegenover Tata... als zijn buurman waren toevallig overleden door kanker. En je zal er werken. Kortekaas, die teamleider was op de fabriek, zegt dat hij veel collega's ziek heeft zien worden. In Wijk aan zee zijn er houten kozijnen die roesten door de ijzeneerslag. Houten kozijnen. Tata Stiel laat dagelijks schoonmaakploegen rondrijden die de zwarte aanslag van de huizen wast. Oh, dan stuurt Tata Stiel de glazenwasser. Ja, dat klopt. Die uh, rijdt een hele ploeg hier eigenlijk alles wel rond die ergens aan het schoonmaken is. Soms de speeltuin, doen ze bij je dagelijks. En dan de huizen op, op afroep. Let op het woord speeltuin, meneer De Zeeuw. Maar hoe reageerde hij op al die aangetoonde verhoogde kans op kanker en andere ziektes? Nou, maar als we de cijfers. Ja, het wordt gezegd, maar als... allemaal stellingen. Joh, allemaal stellingen. Waarom moeten we eigenlijk meebetalen aan de schoonmaak? Sorry, vergroening van een winstgevend bedrijf? De grote Tata-baas van de Berg. Legt hij uit waarom zij niet zonder steun van de overheid kunnen... als ze straks staal willen maken op waterstof. Omdat de overgang zo groot is hè, en in zo'n korte tijd... en in feite ook gedreven wordt door mede het publieke belang. Ah, het publieke belang. Je scheidt iemand's tuin vol... en zegt dan tegen de eigenaar van de tuin... hey, geef even geld voor een schoonmaker. Dat is ook in jouw belang, hè? Mis niks van het laatste nieuws met de NPO Radio 1-app. Download hem nu. Wie luistert, weet meer.